Al over Wolf. Wil je dat nu horen? We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was dus een dag dat het anders was. Assepoester dacht dat het spookte in het kasteel. Ik denk dat spoken wel bestaan. Denken jullie dat spoken bestaan, lieve kinderen? Assepoester had ware geluiden gehoord. En er waren dingen in het kasteel die ineens vanzelf gingen bewegen. Zie je wel, spoken! Wolf zei dat hij de beste spokenverjager was en ging met Assepoester mee. Maar Wolf deed net alsof. Hij spitste zijn oren en deed alsof hij de geest hoorde. Wolf zei dat de geest pas weg zou gaan als hij een grote pan kippensoep en 7 chocoladetaarten kreeg. Assepoester bracht het eten en ging snel weer weg. Wolf had de pan leeg en zakte onderuit. Zijn plannetje was gelukt, maar plotseling begon de pan vanzelf over de vloer van het kasteel te bewegen. De pan kwam op Wolf af en hij vluchtte met zijn staart tussen zijn benen het kasteel uit. Assepoester kwam op het lawaai af en tilde de pan op. En wie vond ze daar, lieve kinderen? Geest! Spook! Geitje Benjamin! Die speelde verstoppertje in het kasteel en wilde Wolf een lesje leren. Zo zie je maar, wie de grootste mond heeft, is zelf vaak het bangst. Dat doet me denken aan die dag dat heks... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. Hallo. Mama, ja.